50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart en we zien als een pijl uit een boog naar het front gaan Graham Comfortall. Graham Comfortall neemt direct naar de start de leiding en heeft een lengtevoorsprong genomen. Dreamline Promise op de tweede plaats, dan Drogba Apache aan de binnenzijde. Dat zijn de eerste drie paarden waarbij aan de buitenzijde ook Irish Steel positie gaat verbeteren. Verder weg in het veld dan Baco Boy, die wordt gevolgd door Duc de Clare-Bosque. En aan de start van het veld hebben we dan Easy Going Bear. Nog altijd Graham Comfortall, maar daar komt Irish Steel in het tweede spoor. En ik heb de indruk dat Jaap Verheyen erg happig is op de koppositie. Dat wordt op dit ogenblik ook geconcretiseerd, want Irish Steel neemt de leiding over. Irish Steel heeft een lengtevoorsprong genomen. Graham Comfortall op de tweede plaats en in derde stelling ligt Dreamline Promise. Vierde is Drogba Apache, gevolgd door Baco Boy. Met daarachter dan Duc de Clare-Bosque en aan de start van het veld Easy Going Bear. Zo zijn de paarden dan op weg naar de finish met nog een ronde te gaan. En dan is het toch altijd Irish Steel, die zo even de leiding overnam, die ook mag blijven zitten en het treintje aanvoert. Allemaal in de ganzenpas, achter elkaar. Irish Steel de leider, op de tweede plaats Graham Comfortall. Derde is Dreamline Promise, zo gaan de paarden de Klingendaalbocht door. Ze verder weg in het veld volgt Drogba Apache met Baco Boy, Duc de Clare-Bosque. En aan de start Easy Going Bear. De 1000 meter paal nadert en die wordt ook gepasseerd. En het is aan de kop onveranderd Irish Steel. Irish Steel leidt met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats Graham Comfortall. En in derde stelling onveranderd Dreamline Promise. Vierde is nog altijd Drogba Apache. Vijfde Baco Boy. Daarachter volgt dan Duc de Clare-Bosque. En daar gebeurt eigenlijk niets in het veld. Zij het dan dat Easy Going Bear nu in het tweede spoor opereert. Maar nog altijd het laatste paard ligt. Maar wel aangesloten. En de deelnemers zijn op weg langs het laantje van Jochem zijn ze al gegaan. De laatste bocht is in zicht en wordt nu aangesneden. Met nog altijd Irish Steel de leider. Irish Steel dicteert. Heeft een lengte voorsprong. Graham Comfortall tweede. Daarachter op de derde plaats Dreamline Promise voor Drogba Apache. Die wordt door Korrel nu naar het tweede spoor gebracht. En die komt naar voren en maakt ras overhoef, hand overhoef terreinwinst. Als de paarden de laatste rechte lijn in komen met nog 400 meter te gaan. En dan is het Irish Steel die leidt met een lengte voorsprong. Graham Comfortall op de tweede plaats. Die bidt voor ruimte. Aan de buitenzijde is het Drogba Apache die de deur heeft op een kier nu heeft. En dat betekent dat Graham Comfortall er nu uit kan. Irish Steel is de leider voor Drogba Apache. Graham Comfortall, daar komt aan de buitenzijde. Easy Going BR naar voren. De finale fase en de ontknoping. Irish Steel nog altijd. En Irish Steel niet te belopen vandaag. Irish Steel is de winnaar. Close voor de tweede plaats. Aan de buitenzijde Easy Going BR. Aan de binnenzijde zagen we dan Graham Comfortall, gevolgd door Drogba Apache.